Lien, je zei daar straks in het begin van het gesprek al over iets over de doos. Ja. Ja. Dus ik heb Jan gevraagd hoe het... Ik neem aan dat je refereert naar porno, hè? Porno ja, zit in een andere doos. Porno had ik het niet gedacht. Ik wist maar goed, hoe zit dat? Hoe zit dat? Is het een mopje? Maar het is een... Nee, het is ook een heel waar verhaal. Ja. Vertel. Ik heb ooit eens een jaar lesgegeven in het kunsthumaniora film, heb ik daar gegeven. Gent, ja. Ja, en de eerste schooldag... heb ik allemaal films meegedaan. Jan had zo zijn dvd's gesorteerd voor de schoolbibliotheek. En ik zei nog van, nee. Je zit toch zeker dat er geen porno tussen zit? Omdat jij had dan ook reportages gemaakt. Ik moet nu wel zeggen, want nu is dat precies of dat ik ook een eigen collectie Nee, je werd veel reportages aan het maken voor Jan in Wonderland en zo. En je hebt zo Dennis Black Magic gevolgd, Jan, en je had daar een hoop films gekregen als Dennis, research. Misschien voor de mensen die Dennis Blackmagic niet kennen. De porno-koning. Dennis Blackmagic is een tijdje de porno-koning van Vlaanderen geweest. Ja. We spreken nu over jaren 90 ook, begin jaren 90. Ja, ik denk zoiets. Of iets later, in ieder geval. Maar dat is een beetje... En die stuurde mij dan ook altijd zijn films. En ik ben dan zo iemand van, je kunt dat dan niet weggooien, want stel dat hij nooit eens op bezoek komt, dan gaat hij natuurlijk kijken of die in de kast staat. Dus ik had zo een collectieke van Dennis Blackmagic, maar toen... Op een bepaald moment dacht ik van, de deur uit. Dus die lagen in de auto van Lien. En ik zei van, toch, je hebt toch de juiste doos meegegeven? Ja. En ik kom daar op die school, mijn collega... De kunstenschool, die wou die films even controleren, want Jan Verheijen was nogal een commerciële en was dat wel geschikt, die films, voor de kunsthumanioren. Ja, maar echt letterlijk, dat was haar redenering. Ja, er zaten heel veel dingen bij die niet zwart-wit en onscherp waren, dus ja. Dus ik doe zo die doos open met die films. En dat waren allemaal pornofilms. Oh. Van Dennis. Ja. Okay. Dat was de verkeerde doos. Dus het klopt maar dan toch. Het verhaal gaat nog verder. Het wordt nog erger. Als ik de volgende dag terug naar school... Ja, ik ben niet zo iemand die dat dan direct eruit haalt en zo. De volgende dag ga ik terug naar school en die doos stond nog in mijn koffer. En het had heel hard geregend en er was aquaplanning en ik heb een accident gedaan en mijn auto was per totaal. En ik heb Jan zijn vader gebeld, die daar niet ver van woonde. Komt jij met uw auto? Ik ben met die auto doorgereden naar de school en hij heeft de auto naar de garage gebracht. Maar toen dat ik 's avonds of een paar dagen later terug die auto ging gaan ophalen in die garage, had die moeten noren allemaal. Die waren allemaal zo, oh ja, het is gewoon collectie. Okay.